hier is Wendy. Vandaag wil ik jullie de extra toevoeging laten zien van de jasmijnsteek die je kan toepassen om er namelijk een omslagdoek van te maken. Wil je eerst de uitleg van de jasmijnsteek, want die ga ik vandaag niet laten zien. Ik ga alleen maar laten zien hoe je het hoekje omgaat als het ware. Wil je echt de hele jasmijnsteek zien, klik dan even hier, kom je in de afspeellijst die ik gemaakt heb. Daar vind je in hoe zet je de rand op voor de jasmijnsteek. Hoe maak je al die blaadjes. En dat is voor een rechte sjaal. Maar in principe de steek komt overeen met wat je in het midden maakt. Voor degene die graag willen kijken hoe je hem in een omslagdoek maakt. De tutorial kan je als je die even wil kijken van het begin opzetten. Hoe je al deze blaadjes of puffstitjes opzegt. Ik noem het maar tegenwoordig blaadjes. Als je dus al die blaadjes opgezet hebt en je begint van bovenaf voor je omslagdoek. Je zal er dus ongeveer een stuk of, nou voor deze tweetwol had ik er een stuk of 100 opgezet, als ik het goed heb. Dus daar had ik 2 meter breed opgezet. Nou, je laatste steek ga je dan mee beginnen. Ik ga hem even ietsje groter zetten, zodat je het goed kan zien. Je hebt je laatste steek opgezet. Je haalt je draad iets omhoog, omslag, en je gaat weer een blaadje maken met 5 steken, dus die heb er nu 3, omslag, met 5 draden bedoel ik eigenlijk, en je hebt 5 draden opgezet. Nou, normaal gesproken bij de rechte sjaal ga je dan deze dicht maken en dan je 3 blaadjes erop zetten. Maar voor de omslagdoek is het dus op deze manier. Niet moeilijk, maar het was wel even de moeite waard, het kostte wel moeite om hem te bedenken. We gaan in de volgende steek weer een blaadje maken. Dus dat is 7. Oh, ik had natuurlijk geen omslag, dacht ik. Dus omslag. In die tweede steek een draad halen. Heb je er 7. Omslag. In deze een draad halen is 9. En deze 2 gaan we vastmaken als 2 blaadjes voor het hoekje. En dit is het foefje. Het is dus helemaal niet moeilijk. Maar je moet het net wel eventjes weten. Daar heb ik toch wel even mijn tijd voor nodig gehad om dit uit te vogelen. Kijk, nu zie je mooi die 3 blaadjes op de hoek. Waardoor die heel langzaamaan zometeen schuin gaat lopen. Nou, dan heb je weer een jasmijnsteek. Bestaat uit 6 blaadjes. Waarvan je er nu 3 gaat maken. Op de heenweg maak je er 3. En op de terugweg maak je er 3. En dat is eigenlijk niet anders als je omslag draad halen. Omslag draad halen is je eerste blaadje. Ga je naar de volgende ruimte. Omslag, draad halen. Omslag, draad halen is 9, is je tweede blaadje. Ga je naar de volgende ruimte voor je volgende blaadje. Omslag, draad halen is 13 op de haaknaald. Betekent 3 jasmijnblaadjes van 1 bloem. Je houdt het draadje vast. En je gaat je draad door alle 13 heen halen. Nou, dat heb je ook in de andere tutorial. Kan je dat heel goed zien? Daar doe ik hem langzaam voor. Dus ik ga hem nu even naar de andere hoek, zodat ik weer dat hoekje kan laten zien. Ik zet hem even ietsje groter, anders is het te dichtbij. Dus we hebben er 3, 4, 5. Volgende steek. 1 en 2. Omslag 1, omslag 2. Is 13 op de haaknaald. Er omheen. Draad er doorheen. En in het begin pak hem echt zo per blaadje, zeg maar. Want je krijgt hem bijna niet in het begin in één keer er doorheen. Dan ga je alleen maar lopen prutsen en dan moet hij overnieuw. Dus nog een keer de 3 maken we. 1 en 2 blaadje. En 3 blaadjes. Ik had toch iets minder steek op kunnen zetten, zodat ik eerder aan de andere kant ben. Maar ik dacht, ik wil een paar keer laten zien dat hoekje. Zodat je begrijpt, misschien begrijp je het nu al hoor, dat je maar 2 blaadjes aan die kant hoeft te doen. Maar je moet ook even zien hoe je eindigt. Dus we hebben nu bijna het einde. Nog 1 keer hierna. Dus we hebben nog een jasmijn voor de helft opgezet. Door de 13 steken. En als hij te strak is, doe ik zo klein beetje zo mijn haaknaald omhoog. Kijk, dan geef je hem iets meer ruimte. En wordt het echt een lossere jasmijnblaadjes. Zie je dat? Nou, dan zijn we aan het eind. En hoe doen we dat? Hetzelfde als je normaal gesproken een bloem maakt. Dus je maakt er hier 2 keer de omslag doorheen.
Hier maak je twee keer de omslag doorheen. En dan in die laatste steek maak je ook gewoon de omslag. Want anders zou je daar hapjes in krijgen. Dus dat is ook even het foefje. Dat je dus die laatste steek, daar eindig je. Dit is, kijk, je ziet dat die ook schuin is. Dus wat doe je? Je gaat je draad halen. Er doorheen. Eerste blaadje, tweede blaadje, derde blaadje. Ik vind hem een klein beetje strak, dus een beetje open trekken. Door je draad heen. En je maakt je blad. Nu draai je om. En hij lijkt recht, maar je moet even opletten. We gaan het draad omhoog trekken. En net als de andere kant, een blaadje in het hoekje. Doorgaan naar de volgende steek. Ook een blaadje maken. Dus twee keer doorhalen. Heb je er 9 op je haaknaald. Omslag. Je trekt hem door de 9 steken heen. En je maakt de 2 blaadjes af. En kijk, omdat je hem nu meteen vanaf deze een blaadje maakt, maar je trekt hem door naar de tweede steek. Kijk, krijg je die mooie schuine stand. Zie je dat? En zo ga je van boven naar beneden de omslagdoek maken. En dan ga je weer 5 in deze, 4 in deze en 4 draadjes halen in deze. Dat betekent omslag en er doorheen. 13 op je haaknaald. Omslag. En door de 13 steken heen. Ik zal hem zometeen nog even rustig voordoen. Ik ga even snel naar de andere kant, zodat je die andere kant nog een keertje goed kan zien. Kijk, en nu zie je bij de tweede steek al, het leek alsof je hier rechts was. Maar als je hem zo een beetje zijn vorm geeft, zie je dat hij mooi als een vorm van een driehoek gaat aannemen. Nou, dan ga ik even een beetje wol pakken. Dan gaan we nog een jasmijnsteek maken. 1 en 2 keer draad gehaald en er doorheen. Omslag. Omslag draad halen. Omslag draad halen. Omslag draad halen. Op een gegeven moment, dit is zo'n makkelijke steek, omdat je steeds hetzelfde doet. Je pakt die 3 bladeren, die maak je. Kijk, en dit gebeurt wel eens, dat je zo'n steekje hem half meeneemt. Je ziet dan dat dit een steek is die je mee moet nemen. Dus dan is het kwestie van je haaknaald even weghalen zo. En je kan weer verder. Nou, dan heb je er 13 opgezet, maar ik vind het een propje. Dus dan trek ik hem ietsje uit elkaar. Je kan gewoon aan je haaknaald dan op je draad ophalen. En je maakt je jasmijnsteek af. En dan zet je 3 blaadjes in 1 keer op. Dus op de heenweg maak je er 3. En op de terugweg maak je er zometeen ook weer 3. Kijk, hier heb je al een hele jasmijn. Dan gaan we verder. En zoals je ziet, kijk, dit is mijn wolletje. Hij is een beetje in de knoop gegaan. Omslag draad halen. Omslag draad halen. Volgende omslag draad. Omslag draad. Volgende omslag draad. Omslag draad. En dit vind ik wel mooi om even te laten zien. Want in het begin denk je, zo, ik ben er. Maar dat is niet waar. Je moet goed kijken dat je er precies tot aan de goede steek door blijft gaan. Dus je gaat onderdoor draad halen, vastmaken. Je hebt er weer 3. Kijk, als je nu zou stoppen, dan heb je dit gat over. Dus dan weet je, ik moet er nog eentje. Dus dan gaan we weer. Even mijn draad een beetje uit elkaar halen. Omslag er doorheen. Omslag. Er doorheen draad halen. Heb ik er 5 op mijn haaknaald. Omslag er doorheen. Omslag er doorheen. Heb ik er 9 op mijn haaknaald. En kijk, dit is de laatste steek die je moet doen. Want je gaat nu dat hoekie maken, zeg maar. En je pakt deze nog net even mee. Omslag. De laatste omslag. En de laatste draad halen. Is 13 op je haaknaald. Omslag. Vasthouden. Er doorheen, dus die laatste steek maak je gewoon je jasmijnsteek af, je 3. En dan maak je netjes zo. Dan denk je, ja maar dat klopt niet, want kijk ik ben recht. Maar als je hem dan omgedraaid hebt en je maakt hierin 1 blaadje, dus omslag er doorheen draad halen. Heb je er 5 op je haaknaald. En je gaat hier weer gelijk door naar die tweede. Omslag er doorheen draad halen, omslag
draad halen. Heb je er 9 op je haaknaald, hou je draadje weer vast. Ik draai dan meestal mijn haaknaald even om. Dan zet ik hem erop, trek hem er doorheen. Oh, en dit gebeurt ook wel eens. Ga dan niet lopen prutsen, want je gaat echt waar. Kijk, je trekt hem helemaal uit elkaar. Gewoon even overnieuw beginnen. Dat gebeurt je regelmatig waarschijnlijk, dat hij niet er doorheen komt of verkeerd. Beter even overnieuw beginnen, want je gaat het echt aan je jasmijntje zien als je het niet goed gedaan hebt. Dus draad er doorheen door de 9 steken. Dat is alleen maar aan het begin van een toer. Maak je deze steek met 2. Dat is het enige wat je moet aanpassen, zodat je mooi een driehoeksjouw krijgt. Zal ik hem nu nog even rustig laten zien. Omslag, draad gehaald. Omslag, draad gehaald. En we hebben het hoekje al gedaan, dus we gaan nu het bloemetje maken. En een bloemetje bestaat uit 3. De eerste heeft 5 omslagen. Dan ga je omslag naar de volgende ruimte die je vindt. En dan ga je draad halen, heb je er 7. Omslag, draad halen, heb je er 9. Omslag, draad halen, heb je er 11. Je bent ondertussen naar de volgende gegaan. Omslag, draad halen, heb je er 13. Je hebt er dus 5 in je steek bovenop, eentje in dat tussenstukje en eentje bij de volgende. Dus je maakt 3 blaadjes in 1 keer. Vasthouden en dan je draad door 13 steken heen. Dat kan op een gegeven moment in 1 keer als je rustig werkt. Als je denkt, ja, hij ziet er flexibel genoeg uit, laat je hem zitten en maak je de steek af door een draadje er doorheen te halen. Plus nog een vaste erbovenop. En dan heb je jasmijnsteek gemaakt met 1, 2, 3 blaadjes. Omslag, er doorheen draad halen. Omslag, er doorheen draad halen. Omslag naar de volgende steek, er doorheen. Er doorheen, heb je er 9. Omslag, en je gaat naar de volgende steek. En nog een keertje draad halen. Heb je er 13 op je haaknaald. Dus het is eerst een omslag, dan een draad halen. Dus dan haal je 2 draden in 1 keer. Omslag, draad halen. En de rustige uitleg staat in de afspeellijst voor jasmijnsteek op mijn YouTube kanaal van Wendy Rademaker. Dus je kan het altijd even kijken naar de rustige uitleg. Nou, dan zijn we weer op het eind. Je ziet dat je nog niet moet stoppen, want dan krijg je zo'n gat in je omslagdoek. Dus die laatste steek maak je hier gewoon af door je 3 blaadjes te maken. In de eerste 5 draden en dan in de andere 2 4 draden halen. Omslag en draad halen. Heb je er 13 op je haaknaald, draai je draad er doorheen door 13 steken. En dat is soms een beetje geprutst, omdat je door... Ik heb dan meer draderige wol. Kijk, en dan pak je net zo'n draadje, pak je nog verkeerd. Even kijken, is dat het hele draadje? Ja, zo. Laatste blaadje. Beetje uittrekken, want anders is hij te strak. En je vast er bovenop. En nu denk je, dat gaat niet goed. Maar omdat je hem omdraait en dan 2 blaadjes maakt in dat eerste stukje. Je ziet dat ik weer bij mijn knoopje aangekomen ben van mijn wol. Sorry daarvoor, meestal zorg ik dat het allemaal goed klaar ligt. Maar vandaag was er een beetje een hectische dag. En... ik wilde toch heel graag het filmpje voor jullie maken. Dus op de heenweg, als je begint met je nieuwe toer, begin je dus met die 2 blaadjes opzetten. Dus eerst 5 draadjes, want je hebt al een lusje staan en je pakt er 2 omslag, eentje ophalen, omslag, eentje ophalen. In de volgende steek maak je ook een blaadje. En deze 2 blaadjes maak je als eerste steek. Dat is alleen op de heenweg de eerste steek die anders is. Voor de rest maak je gewoon je jasmijnsteek voor de helft. Dus 3 blaadjes in 1 keer. En daardoor krijg je dat je dus die mooie schuine randen krijgt. Dus dit is de omslagdoek die je kan maken in een driehoek van bovenaf. Ik ga ook nog een filmpje maken vooruit de punt. Dus wil je die vinden, zoek dan Wendy Rademaker afspeellijst jasmijnsteek. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes.